Karen Verheerstraten, vandaag de eerste wegkoers voor jou. Meteen een test, hoe dat het nog met de conditie is gesteld na het veldritseizoen? Met de conditie is het wel goed gesteld nu, denk ik. Ik heb ook al veel getraind voor mijn eerste koers. Ik ben ook veel later begonnen dan vorig jaar. En het zat al goed en het ging ook wel heel goed en ik kon goed van voor mee koersen. Ja, je zegt het. Je koerste voor attent vooraan. Was dat vooraf ook de doelstelling? Ja, ik vind het leuker om mee te koersen dan eigenlijk ook al eens de eerste koers aan van Arie of dan gewoon in het peloton te zitten. Want ja, mijn spurt is toch niet zo super. Dus dan koers ik liever mee en dan zie ik wel waar ik uitkom. En als je chance hebt, zet je weg en dan... Ben je tevreden met de prestatie die je vandaag in Helchter hebt neergezet? Ja, zeker. Zeker voor mijn eerste koers. Dat ik een goed gevoel heb en dat ik goed mee van voor kan rijden. En dat is voor mij het belangrijkste vandaag. Wat volgt er nu nog? Binnen 2 weken ga ik beginnen een dijk rijden. Dan het provinciaal kampioenschap. En daarna ga ik nog zien. Voor nog wel wat koers rijden voor het Belgisch kampioenschap. Stel je ook verwachtingen? Heb je een paar wedstrijden aangestipt waarvan je zegt, daar wil ik toch wel meedoen? Goh, provinciaal kampioenschap, dat is ook bergop, wil ik wel goed zijn. En BK ook wel, maar ja, dat is vlak. Dus ja, daar zie ik wel hoe dat gaat zijn. Volgen er nu ook nog wedstrijden met je ploeg, Kleur op Maat? Nee, wij met de ploeg doen geen wedstrijden. We zijn ook maar niet zoveel. En om echt aan een ploeg te hebben voor de grote koersen, daarom dat we soms met de nationale selectie mee mogen rijden. Ja, je zegt het, je bent geselecteerd in de nationale selectie. Dat wil toch ook wel zeggen dat men vertrouwen heeft in jou? Ja, ik denk dat. Ja, nee, maar nu is het ook wel veel crossers. En ik denk, ja, Xanne en Ellen, die hebben ook, ja, zijn ook met weinig meisjes. Dus dan geef je ook onze kans dat wij ook eens een grote koers kunnen meerijden als crosser. Dat is ook wel plezant. Ik denk dat het ook wel eens leuk is om... Ja, misschien samen in één team is misschien veel gezegd, maar om met de Belgische top samen te rijden, samen een collectief te vormen? Nee, dat is wel goed en voor de sfeer ook, denk ik. Ik denk dat we dat wel vaker moeten doen om met de crossers eens een selectie te doen en ergens gaan koersen. Dat zeker wel bevorderlijk is voor de samenwerking. Goed, bedankt en nog succes.